Vlakbij Schiphol ontmoetten afgelopen zaterdag zo'n 700 jongeren elkaar tijdens het jaarlijkse jeugdappel min 16 van het LCJ. Heel hartelijk welkom allemaal. Wat fijn dat jullie met z'n allen vanuit het hele land hier gekomen zijn. Ik kom uit Noorderloos. Middelharnis. Ik kom uit Sliedrecht. Dordrecht. Dirksland. En ik kom uit Genemuiden. Erg leuk om jullie allemaal hier in Aalsmeerderbrug te ontmoeten. De christelijke gereformeerde jongerenorganisatie koos als thema Liefde gevraagd. Nou, liefde is een van de kernen van het christelijk geloof, kunnen we denk ik wel zeggen. Allereerst natuurlijk de liefde tot de Heer Jezus, maar van daaruit ook liefde tot alle mensen om ons heen. En nou, prachtig om daar met zoveel jongeren over na te denken. Dan ben je nederig zoals de Heer Jezus ons een voorbeeld gegeven heeft. Dienende liefde. Die liefde wordt van je gevraagd. Wat komt er nou in je op als je over dat thema nadenkt? Dat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan. Ja, liefde gevraagd. Maar gewoon lief hebben zonder iets voor terug te willen. Kun je iets noemen, iets concreets? Wat doe jij voor een ander? Afwas of zo. Dat je ook liefde voor anderen geeft. Bijvoorbeeld oude mensen die geen boodschappen meer kunnen doen, om die te helpen met boodschappen doen. Ook aan de armen, bijvoorbeeld geld geven, collecten. En hou je van iemand? Ja. Van wie? Ouders. Ja, mijn moeder. Maar in één keer waren ze zelf overvallen in het bos. Een hele groep boeren stond... Ivo van den Bos vertelt een verhaal van Frinsel. Over een man die moest leren dat hij met bitterheid niet kon leven. Dan begint de oude man te spreken. Oh, zegt hij. U moet eens weten hoe hartgrondig dat ik u gehaat heb. Hoe vaak dat ik gebeden heb dat u in mijn handen zou vallen. Om mij te wreken op mijn vrouw en op mijn kinderen. Maar ik heb het uitgesmeekt. Ik heb gezegd, heren, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan alleen maar haten. Wilt u mij helpen? Wilt u mij helpen? Want ik las ook in de Bijbel. Ik las ook in de Bijbel. Hebt uw vijanden lief. Zegent wie u vervloeken. Doe wel bij degene die u haten. En bid voor degene die u geweld doen en u vervolgen. Wat is het geheim nou van liefhebben zonder er iets voor terug te krijgen? Het geheim? Dat weet ik niet. Ik denk dat je dan bekeerd moet zijn om zoiets te kunnen. Om niet in, omdat je in je mens zit. Omdat je anders toch doet wat je zelf wil. Ja. Oké. Jullie hebben allemaal even zo'n half uur geluisterd. En ik kan me voorstellen dat sommigen denken, oh, gaan we weer. Maar we gaan even met z'n allen lekker actief bezig zijn. Even goed onder je stoel kijken. Er zit namelijk een briefje onder. Hans behoort tot de 8% die erg eenzaam is. En hij had niemand met wie hij echt contact had. Hij had het zo goed. Een huis, een baan, een gelukkig huwelijk. Piet gaat voor het eerst mee. Heb jij het nummer 4, dan is jouw cijfer precies 2 keer genoemd en kom je nu naar voren. Kom maar. En de andere 2 mogen laten zien hoe goed zij hun slachtoffer kunnen verbinden. Jullie hebben daarvoor 1 minuut en dat begint nu. Het gaat een beetje om creativiteit, maar ook... Wie nou de meeste zorg eraan besteedt? Een minuut is niet zo lang, jongens. 5, 4, 3, 2, 1. Naar allemaal fans, de middelste groep, daar werd super hard geroepen. Jullie hebben gewonnen. En jullie hadden ook nog een bijzondere taak, vertel. Ja, wij moesten alles doen hier eigenlijk. Drinken, inschenken en thee en zo. Koffie. En is het een beetje gelukt? Ja hoor, vast wel. Of waren ze allemaal heel gierig? Nee, dat viel wel mee.
Het gedeelte na de pauze begint met een film over het thema. Oh, bemoei je met je eigen zaken. Leuk gesprek. Hey, yo. Liefdesvraag. Hey, sorry dat ik zo deed. Ik zal mijn mobiel weg doen. Het is goed, joh. Want wat kun je vertellen? Waar ging het filmpje over, als je het kort moet samenvatten? Over iets en of iemand die deed dan niet zo leuk. En dan kwam de blauwe poppetje en die zei liefde. Nou, en toen deden ze weer overnieuw aan mij en dan wat liever. Wil je dan meedoen? Meen je dat? Ja. Serieus? Dat is toch leuk? Het was eigenlijk, dus deze eigenlijk eerst fout en toen daarna deze het weer eigenlijk opnieuw doen. Proberen. En dat ging goed? Ja. Ja! Tada! Liefdesvraag. Ja, en sorry van daarnet. Bij de Heer Jezus. Dominee Uitslag van Urk houdt een appelwoord met de titel Hoe lief hebben. Liefde gevraagd. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En daarmee worden eigenlijk al Gods geboden nu samengevat. En hoe dat moet? Hoe je dat doet? Jezus geeft hier het voorbeeld. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij ook doet. En daarom liefde gevraagd. Het voorbeeld van Jezus volgend. Nou, dat de Heer Jezus de voeten ging wassen. Jezus die vernederde zich om de anderen eigenlijk te helpen. En dat moeten wij ook doen. Ja. Er zijn allemaal smerige zondagsvoeten. En aan de tafel liggen 12 discipelen met een hoofd vol hoogmoed. En bovendien zitten er aan die tafel 12 stinkende zondaarsharten. En nu gaat Jezus het minste werk doen. Voeten wassen. Buigen naar de laagste plaats. Het is niet mogelijk immers om nog lager af te dalen dan naar de zolen van je voeten. Ja, ik vond het stukje over het voeten wassen vond ik wel heel mooi. Wie kan jij nou lief hebben? En wie heeft er liefde nodig? Maak eens een praatje met dat meisje bij jou in de klas, dat altijd alleen staat in de pauze. En laat die jongens een keer meedoen, die nooit eens ergens voor wordt gevraagd. Ken je dat? Ja, want bij ons zijn het best veel kinderen die alleen staan. Ja, op zich wel, er is er eentje en die wordt eigenlijk gewoon buitengesloten. Dat kan toch eigenlijk niet, na vandaag? Nee, op zich eigenlijk niet. Gaat er wat veranderen? Ik denk wel dat ik dat kan gaan proberen. Ga je vragen of ze met je mee willen spelen en meer contact hebben met elkaar? Aandacht te geven aan mensen die alleen zijn of zo. Dus dat ga je echt concreet doen ook? Nou, dat ga ik wel proberen. Kun jij een voorbeeld noemen? Hoe ga je dat nou weer doen als je maandag op school komt? Gewoon kinderen die er niet helemaal bij horen er ook bij betrekken. Dus er gaat iets veranderen? Ja, ik ga het wel proberen. Wie iets van die liefde van Christus verstaat, die gaat zijn naaste lief hebben. Want wie Jezus lief heeft, die krijgt zijn naaste lief. Heb jij ook iets wat je meeneemt? Dat ik voortaan aardig tegen mijn moeder doe.